koop je één keer een t-shirt bij een webwinkel, doet zo'n bedrijf meteen alsof je samen bent opgegroeid. Het zoekt vaker contact dan mijn beste vrienden. En van de week mailde Maria, die daar werkt. Ik ken haar verder niet, ze noemt nooit haar achternaam. Maar zij doet net of ze mij persoonlijk al jaren kent. Hallo Jos, schreef ze deze week. Vind jij het ook zo lekker om te zweten in de buitenlucht? Nee, Maria, dat vind ik niet lekker. Sterker, dat vind ik gênant. Ik zweet heel gauw, dat is erfelijk. En het is erg vervelend als je ergens op bezoek of voor je werk heen moet. En zelfs als je op vakantie bent. Regent het? Vroeg een hotelbaas vorig jaar in de zomer verbaasd toen ik tijdens mijn fietsvakantie binnenstapte. Dit jaar doe ik het anders. Ik doe helemaal niets in de vakantie. Nou ja, ik reis naar mijn eiland in een perfect gekoelde trein. Ik ga er niet eens naartoe voor mooi weer. Ik ga voor de rust. Vooraf doe ik een slenterdagje Hamburg om wat boeken en films in te slaan. En de kwaliteit moet wel heel erg tegenvallen, wilde die me aan het zweten brengen. Ja maar, ging Maria verder, in de tuin je handen vies maken is zo lekker. En toen liet ze de aap uit de mouw komen, maar wel met de passende kleding. Maria stinkt niet alleen, ze is ook smerig, maar ze is hip. En dat is wel het laatste waar ik me druk over maak. Mijn ideale korte broek gaat al voor minstens de 8e keer mee op vakantie. En het shirtje met Paulus de Boskabouter heeft net zoveel van de wereld gezien als ikzelf. Mijn 6 jaar oude sportschoentjes hebben misschien nieuwe veters nodig. Als mij de klassieke vraag gesteld zou worden wat ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland, was ik rap klaar. Een mens kan met zo weinig toe. Vooral op vakantie. Ik reis licht dit jaar. Wat nou weer, Maria? Het leven begint pas als je een tuin aanlegt. Wat moet ik met een tuin op een flatje? Stom mens. Ze ruft maar lekker verder. Ik zal op het strand niet aan haar denken.